We zijn vandaag begonnen met plastic vissen estafetten met bijna 400 studenten, eerstejaars van het hout- en meubileringscollege. Ik zie vier hele banden. Schrik je daar een beetje van dat dat soort dingen zomaar worden achtergelaten? Nee, niet echt. Dat is bij mij thuis ook. Ja? Kom je bij jou thuis ook zoveel afval tegen? Eigenlijk wel, ja. Ligt er ook inderdaad dan zoveel troep in deze water hier, bijvoorbeeld hier rondom Delfshaven? Ja, zeker. We hebben net een waterboiler eruit gevist, om maar iets te noemen. Maar het zijn grote en het zijn kleine dingen. Het zijn soms dingen die mensen erkennelijk ingooien. Maar het is natuurlijk ook vaak dat het gewoon inwaait. Ja, dat waren wel gewoon volgens mij best wel wat plastic flesjes en zo. En gewoon troep, maar niet zo bijzondere dingen, denk ik. Nee, hij zegt niet zo bijzonder, maar dat geeft wel aan dat mensen het dus misschien een beetje normaal zijn gaan vinden dat er best wel wat afval ligt in het water. Hè? Het is best normaal, denk ik, dat er troep in het water ligt. Maar ja, het moet natuurlijk niet normaal zijn. Het is apart. En uiteindelijk, wat moet hier dan mee gaan gebeuren? Ja, van die zooi gaan we iets moois maken. De studenten gaan iets ontwerpen. Een functioneel object voor de buitenruimte. Dus het komt terug in het stadsbeeld, ergens in Rotterdam.